Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Pipelines Modelbouw en Hobby. Ik ben Manuel, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Mart, ik ben niet de gast. Ja, Mart komt deze keer een keertje meedoen in deze video. Want in deze video gaan we deze startset van Merklin optrekken en unboxen. En dan gaan we kijken hoe makkelijk gaat dat, wat komt daarbij kijken. Kijk, ik ben wat ervaren in modelsport, dus voor mij zal het eigenlijk een eitje moeten zijn. Maar Mart, ja, die heeft eigenlijk helemaal geen ervaring met modelspoor en wel interesse. En hoe kan ik nou mooi laten zien, of kunnen wij mooi laten zien, hoe eenvoudig het is om met Merklin te beginnen. Dus ik zal zeggen, heel veel kijkplezier bij deze nieuwe video van ons. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik zou zeggen, pak hem eens uit. Oh, ik van aan mij de eer. Ja, ja. Ik zal dus heel voorzichtig proberen uit te pakken. Zo. Ja. Grote doos. Ja, er zit al wel flink wat in. Ja, terwijl het dan best wel kleine treintjes zijn. Ja, er zijn 1 op 87 modeltreinen. Dus ze zijn 87 keer kleiner dan de werkelijkheid. Het bestaat ook kleiner? Er zijn ook kleinere treinen, zeker. Je hebt ook nog spoor N. Wat een gebruikelijke schaal is, dat is 1 op 160. Dus een heel stuk kleiner. Ja. Maar Merklin heeft bijvoorbeeld ook spoor Z. Dat is 1 op 220. 1 op 220? Ja, dat is echt een super klein spul. Dat is ook meer koppeling dan trein bijna. Ja, okay. Ja. Maar ook daar, dat is eigenlijk meer een funny schaal. Je kunt er natuurlijk hele grote modeltrein oppervlaktes mee maken. Omdat het een hele kleine schaal is op een kleine ruimte. Maar wat je ook ziet in die schaal is dat er gewoon een koffer. Die doe je open en er zit een model uit. Ja, zo klein is het. Ja, Dus het is ook, wordt ook heel veel gebruikt als een gimmicksport. Een portable. Een portable modelbaan. Ja, dus als je er echt niet genoeg van krijgt, dan bouw je gewoon in een koffer, ga je vakantie, heb je altijd die modelbaan bij je. Zoals jij weer krijgt. Dat is dus het meest toegankelijke. Al of nul is, wat we hier zien, is het meest toegankelijke modelspoorschaal. Dat zien we ook het meeste. Merklin is in de basis natuurlijk ook gewoon half nul, maar die hebben in een assortiment 3 schalen. Dat is dus ook nog spoor Z, die hele kleine treintjes. Ja. En spoor 1, dat zijn weer hele grote treinen. Ja. Nou goed, de startset. Wat zie je? Ja, het eerste wat me opvalt is dat er ook een computersysteem bij zit of iets. Ja, dat is het digitaal besturingssysteem, de Merklin Mobile Station. Je kunt eruit halen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Even kijken. We moeten het er toch allemaal uithalen, anders kunnen we er niet mee aan de gang. Wat is digitaal nou eigenlijk in de basis? Wie het nog een beetje kent van vroeger, die had een treinset met een trafo. En die trafo, dan draaide hij aan de knop en dan ging de trein rijden. En naar de knop weer terug draaide, ging de trein weer stilstaan. Zette je 2 locomotieven op diezelfde rails en je draaide aan de knop, gingen allebei de treinen gingen rijden of weer stilstaan. Dat was het analoge van vroeger. Nou, tegenwoordig is het dus digitaal. Met digitaal is het mogelijk om de treinen onafhankelijk van elkaar te kunnen besturen. Er zit dus een chip in de locomotief die data kan lezen. En het digitaal systeem stuurt een digitaal signaal over de rails die de locomotief is ontvangen. En door middel van commando's te versturen via jouw digitale regelaar zal de locomotief de commando's ontvangen die het gewenste adres heeft wat jij bestuurt. En de commando's uit gaan voeren. Dat kan zijn dat hij de verlichting aandoet, het kan zijn dat hij gaat rijden, geluidfuncties. Dat is dus digitaal. En dan heb je dus 3, 4, 5, 20 locomotieven op hetzelfde spoor staan. En alleen die locomotief met het aangestuurde lokadres die gaat rijden en de commando's opvolgen die jij bedient. Dus dat is dat digitaal. En digitaal is bij Merklin eigenlijk tegenwoordig wel 100%. Bij Merklin vind je ook geen analoog meer. In de glijstroomwereld nog wel. Dus als een merk bij Trix, Pico, Roco, daar vind je allemaal nog wel analoog. En startsets in analoog. Maar bij Merklin dus totaal niet meer. Nou, je hebt dus in ieder geval bij dit digitaal systeem een regelaar. Wat heb je nog meer gevonden? Is het de voeding? Nee, dat is niet de voeding. Dat is de centrale box. Centrale box. Ja,
Moet ik daar aan geluid denken of moet ik daar aan... Nee, daar zit eigenlijk de basis software in en de booster. Die zorgt voor de spanning op de rails. Er zitten ook een paar draadjes aan. Ja. Deze draadjes die worden straks verbonden met de aansluitrail. Dus dit gaat naar de rails toe. Dan zitten er nog meer aansluitingen aan deze kant. En deze stekker die zit ook hier aan. Ja, dus precies. Daar gaat de regelaar in, zodat de regelaar connect met dit kastje. En dit kastje heeft een verbinding voor het voedingsblokje, die we ook nog gevonden hebben in de doos. En dat is de voeding voor de modelbaan. Die voedt natuurlijk straks deze regelaar. En vanuit het kastje wordt er ook een voeding gebracht naar de rails, zodat de trein straks ook kan rijden. Dat is het digitaal verhaal. Nou, wat zit er daar nog meer in? Ja, ik zie rails en ik zie treinen. Ja. Ja, ik denk dat het daar uiteindelijk om gaat. Ja, nou, je ziet hier de C-rails. Zoals je ziet, het is een mooie, stevige rails. De Merklin rail is herkenbaar doordat hij ook puntjes in het midden van de rails heeft zitten. Zoals je voelt hier in het midden, voel je allemaal puntjes. Ja. Dat is de derde rail, wordt dat zo genoemd. Daaroverheen gaat een contactslepertje die onder de locomotief zit. Daar pakt hij één van de polen op en de andere polen, dus de min, gaan via de spoorstaven. Maar je zei net, het is herkenbaar van Merklin. Ja. Dus het is alleen Merklin. Alleen Merklin heeft die derde rail in het midden zitten, met die puntjes. Als je een glijstroom hebt, zoals dat dan genoemd wordt, dat is dus een merk als Trix. Ja. En Roco, Pico, die hebben die puntjes in het midden van de rails niet. En die hebben de plus en min op de railstaven staan. Terwijl hier de railstaven met elkaar verbonden zijn en daar de min op staat en de plus op die puntjes staat. Ja, precies. Dat maakt het Merklin systeem ook echt anders, dat dus een Merklin locomotief niet op een glijstroombaan kan rijden en een glijstroomlocomotief dus niet op een Merklinbaan kan rijden, terwijl het wel dezelfde schaal is. Dat maakt het een beetje verschil. Nou, wat ook nog heel erg mooi is van de Merklin rails, en probeer het ook maar eens, is dat hij zeer eenvoudig in elkaar klikt. Nou, als het mij ligt. Dan... Ja, dat zal lukken. Ja, voordat ik iets breek, ik kan het er gewoon indrukken, of niet? Ja. Kijk, nou, ook gelukt. Ja, het voordeel hiervan is, en kijk, als je hem zo breekt, hem ook weer open. Oeh. Ja, daar denk ik van, ja. Maar daar is het echt op gebouwd. Merklin heeft de rails zodanig ontwikkeld dat het dus ook gewoon veel op de grond gelegd kan worden, uit elkaar, in elkaar. Je kan niet kapot maken. Het is bijna onverwoestbaar. Inderdaad. Normaal gesproken, bijvoorbeeld bij de glijstroommerken, heb je ook rillasjes tussen de spoorstaven zitten, die dus in elkaar geschoven moeten worden. Heel veel mensen kennen dat wel. Bij Merklin heb je dat niet. Je hebt hier dus geen rillassen, maar alles is verbonden met clipjes aan de onderkant van de rails. En dat sluit ook wel heel mooi aan. Het sluit mooi strak aan, hè? Ja. En als je dat zo neerlegt, zie je ook bijna geen overgang. Ja, precies. En je klikt het ook weer zo uit elkaar. En naar boven toe. Ja, kijk. En het is ook robuust, want je kunt er ook gewoon nog op staan. Zonder dat het kapot gaat. En daarvoor zijn ze niet gemaakt, denk ik. Het is niet bedoeld om daar continu op te lopen, nee. Maar mocht je er een keer op gaan staan... Mocht je zelf een trein willen spelen. Ja, dat is niet gelijk kapot. Ja, in de hele stadset vinden we dus een aantal van die bochtjes. Om daar een cirkeltje mee te maken. En ik zie ook nog wat rechterrails. Al die rails wat hierin zit is natuurlijk ook allemaal los te krijgbaar. In allerlei passtukjes, wisseltjes, verschillende bogen en zo kun je uiteindelijk helemaal gewenst je eigen modelspoorbaan maken. En dit heet dus de Merklin C-rails. Merklin heeft nog een ander type rails, hier zit een bedding bij onder. Merklin heeft ook nog een rails zonder die bedding. Ah, ja. En dan zijn al die bieltjes opengewerkt en dan kun je zelf na gelang je eigen wens ballast ertussen maken. Ja. Maar in de stadset vind je natuurlijk standaard gewoon deze C-rails die eigenlijk wel zijn diensten bewezen heeft. En voor Merklin rijders eigenlijk wel de meest gebruikte rails is. Ja, die halen we dus ook allemaal uit. Die gaan we op gaan bouwen. Oké, ik ben benieuwd. Ik zie hier nog wat boekjes in zitten. Met informatie. Er zit wat informatie bij Merklin altijd in de stad. Dat gaat over de locomotief. Zie je nog wat tandenstokers? Wat tandenstokers? Ja, ik zou bijna zeggen tandenstokers. Ja. Nee, dat zijn dus losse rongetjes. Ja. Die zitten ook al in, dit is een rongenwagen die we hier zien. Kijk, we er ook nog uithalen. Ja. De trein zit er nog helemaal in. In het piepschuim, kijk, er komt een rongenwagen tevoorschijn, dan zitten de rongen er nog niet in. En die kunnen dus allemaal los nog bij insteken. Ja. Dat is allemaal weer leuk gedaan, hè? Dus die zitten erbij. Inderdaad. Zit er ook informatie? Wat zijn informatieboekjes? Het, informatie over het Merklin. Dan zien we hier nog een gesloten wagen met de teksten van Structon.
Merklin, met kortkoppelingetjes. Het is gewoon een simpel baardje, niet te veel losse details. Dus ook lekker robuust. Kijk, je hebt ook tegenwoordig van die waardjes allemaal van die losse details bij op. Ja, en als je dit als aan een kind wil geven, kijk, voor een volwassene is het wel leuk om weer om te ontdekken gaan. Ja. Maar als je het aan een kind gaat geven, hoe meer losse details eraan zitten, hoe meer het kapot kan gaan. Ja. En voor mij persoonlijk, als dit mijn eerste startsetje is wat ik koop, dan zou ik het liefst niet gelijk ervaringen willen dat ik dingen kapot maak. Nee. Dus hier heb je dan, dat is ook waar. Dus dat is allemaal uit te breiden uiteindelijk. Dit is gewoon uit te breiden. Ja. Je kunt het leuk simpel houden, maar je kunt ook zeggen van ik maak het zo gek als ik maar wil. En kijk, er is zo'n locomotiefje ook, zo, deze hier. Kijk, locomotieven die zijn er al vanaf, bij Merklin de goedkoopste, een keer een 80, 90 euro. Maar je kunt het ook gek maken en een locomotief kan 500 euro kosten. En dan hebben we nog een kevelwagentje. Dat zit zitten. Dat is een beetje stroefjes in, maar daar komt hij al. En nog een structuur ketelwagentje. En zo is eigenlijk dan ook de hele doos leeg. En dan kun je het eigenlijk dus op gaan bouwen. Ja, laten we het maar eens doen. Ja. Nou, als het rondje bijna zo ver ligt, dan moet alleen nog eventjes dit kastje verbonden worden met de rails. Ja. Voordat je de rails af kunt bouwen. Ja. Nou, hoe gaat het in zijn werk? Je hebt hier aan de onderkant twee lipjes zitten bij elk railtje. Dus ik deze nog even een keer door midden brengen, zodat je dat ook weer zien. Ja. Er zitten twee lipjes, aan die kant zitten twee lipjes. Dan zit aan het einde van de draad, deze rode en bruine draad, dan zie je ook twee van die schoentjes zie je erop zitten. Ja. En die moet op die lipjes geschoven worden. Ja. Aan één zijde samen naast elkaar. Dus, klinkt simpel. Probeer het eens of je die erop krijgt. Het maakt niet uit welke kleur waarop zit. Op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Nee, oké. Dan ben je gewoon aan de andere kant. Zo, zie je? Kijk, en dan zitten ze eraan. Nou, daarmee heb je dan ook de digitale centraalbox verbonden met rails. Ja. Dan kan het afgebouwd gaan worden. Nou, laten we dat maar doen. Ja, zullen we hem er eens even inleggen. Die kant eraan. Die kant eraan. Kastje eronder door. Kijk. Je kunt die kant neerleggen. Dan heb je nog de regelaar. Ja. Aansluiten. Die moet aan die centrale box aangesloten worden. Zit erin? Ja. Kan er ook maar op één manier in. Ja. Ga er niet doorlopen drukken op de verkeerde manier, want dan druk je het kapot. En is dat ze ook zover aangesloten? Kun je de trein in principe op de rails gaan zetten? Ja, of moet er nog een beetje stroom aan? Dat gaan we zo doen, maar we zorgen altijd eerst voor dat alles klaar staat. Okay. En dat alles aangesloten is voordat je de spanning erop zet. De voeding zit erop, alles doet het. Je ziet display brand. Ja. Alleen, hij geeft, wat geeft hij aan? Ja, kleine lok. Ja, er staat nog helemaal niks in. Ik hoef niet zo heel goed Duits te kunnen om te weten dat hij nog geen lok heeft gevonden. Ja, nou dat is ook een stukje bij Merklin. Je ziet, nou is hij helemaal nieuw, er staat nog helemaal niks in. Ja. Maar we hebben het over gehad dat dit een MFX digitaal locomotief is. En het mooie van een MFX digitaal locomotief is, zodra je die op jouw modelbaan zet met jouw Merklin Mobile Station of de Central Station. Mm-hmm. Zodra je hem op de baan zet en er gaat spanning naar de rails toe, gaat hij hem vinden. Dus de digitaal centrale die ziet een nieuwe locomotief, haalt de informatie op en die informatie komt automatisch in jouw regelaar te staan. Dus als je nu op de noordstop drukt, op de grote stopknop, dan gaat de spanning op de rails staan. En als je nou even wacht, ja, dan zul je zo meteen waarschijnlijk in het scherm, als het goed is, MFX zien verschijnen. Kijk, zie je het? Ja. Er begint MFX te knipperen. Ja. Nou, als je even wacht, nou is hij dus deze locomotief aan het opzoeken, aan het uitlezen. Haalt hij alle informatie op. En als het goed is, zal zo meteen alle informatie over deze locomotief in je scherm verschijnen. Wat zie je allemaal staan? De NS714. Ik zie een trein met twee pijlen. Daar ga ik ervan uit de rijrichtingen.
Ik zie volgens mij de knopjes voor geluid. Ik zie een schildpadje. Ja, ik zie genoeg om mee te spelen, als het ware. Ja, en dat is dus jouw locomotief. Die heeft die informatie allemaal opgehaald. En je hoeft niks zelf in te programmeren. Je hoeft helemaal niks zelf te doen. Nee. Het systeem doet het. En als je niet aan de knop zal draaien, zal waarschijnlijk ook de locomotief gaan rijden. Nou, laten we het eens gaan proberen. Nou. Het is allemaal lastig. Ja, als je dat in een van de knopjes aan de zijkant drukt, zal hij waarschijnlijk ook functies gaan uitvoeren. Ik denk dat je met beginnen. Ah. Kijk, drijfgeluid. Aha! Ik heb een de verlichting. Oh, de verlichting. Ja, zo simpel is het om te beginnen met merken. Ja. En het mooie is van locomotiefje zit dus ook allemaal geluid, verlichtingsfuncties in. Het is wel leuk om mee te spelen. Ja. En je kunt het helemaal zelf uitbreiden met alles wat je leuk vindt. En heel veel ideeën staan al in dit boek wat erbij geleverd zit. En natuurlijk is het veel meer dan alleen dit. Je kunt inderdaad ook zien hoeveel snelheid ik geef. Als ik nu de andere rijrichting wil rijden. Dan druk je die grote knop in, die rode knop. Ah, nou, kijk. En dan gaat hij de andere kant op. Oké. Ja, dat is een stuk minder lastig dan wat ik dacht. Dat is eigenlijk aansluiten en wegrijden. Ja. Dat is met een auto. Nou ja, knopje omdraaien en wegrijden. Ja. Omdraaien. Ja. En koop je nou bijvoorbeeld straks een tweede locomotief erbij. Je zegt van nou, ik vind deze VSM set heel erg mooi. Ook geldt eigenlijk hetzelfde. Je zet deze locomotief op de rails. Ja. Je ziet weer MFX in het display verschijnen. Ja. En hij komt erbij in te staan. Maar dan niet op dit nummer, op een ander nummer. En hier onderin, daar zie je dan zo'n loksymbooltje staan. Ja, klopt. En daar kun je doorheen switchen. Oké. Dus als je dan op shift drukt en dan aan de knop draait, dan gaat hij verplaatsen. Precies. Nou, en dat zijn allemaal locomotieven die dus in jouw databank komen te staan. Dus jouw tweede locomotief zal op het tweede streepje als het ware te komen staan. Je kunt dus tussen switchen en degene die in het display staat, die zal ook aangestuurd gaan worden. Ja. En de locomotief wordt automatisch dus er weer bij ingezet, krijgt automatisch een eigen adres. Zelf hoef je nu helemaal niks te doen. Nee, dat merk ik. Maar mocht het nou helemaal fout dreigen te gaan, dan zie je daar die grote stopknop op zitten. Nou, als je die indrukt, dan staat gelijk je hele model daar stil. Nou, ik ga het eens even proberen. Zo. Oh, stil. Duidelijk. Ja. Duidelijk, ik kan niet. Stop. En dan moet ik eerst weer op stop drukken voordat ik weer verder kan. Ja, als je stop indrukt, dan gaat spanning weer op de baan en dan komt alles weer in beweging. Oh. Ja, duidelijk. Ja, toch? Ja. Nou, tot zover deze video met de Merklin Stadset. Wat vond je ervan? Ja, ik ben... Wat het eerste waar ik dacht is dat ik verbaasd ben dat het zo makkelijk gaat. Ik kan me nog herinneren van een eerdere video van jou dat het nog best wel een handigheidje in moest krijgen om dingen aan te sluiten en eenmaal de beweging in te krijgen. Maar ik had nooit verwacht dat het echt aansluitend en wegrijden was. En als dit dan het begin is, ja, dan is het ook heel makkelijk om te denken om weer uit te gaan breiden. Als het makkelijk gaat, dan wil je door. Ja. Als je er eenmaal goed in bent, dan is het leuk. Ja, in ieder geval leuk om te horen dat je het een mooi setje vindt, het goed op te pakken is. Kijk, voor mij is het zo standaard eigenlijk al wel makkelijk op te pakken. Ja. Maar ik vind het ook eens fijn om te horen en te zien dat het ook voor iemand die er totaal geen ervaring mee heeft, het ook goed op te pakken is, makkelijk op te pakken is. En dat doet me deugd om te horen en te zien. Het waren hele rustgevende, plezierige eerste meters. Nou kijk, dat is zeker fijn om te horen. Dus denk jij van, ik wil ook wel zo'n startset van Merklin, of met modeltreinen gaan beginnen. Dan zie je dat het helemaal niet zo'n hoge drempel is. Ook het digitaal vooral is zeker geen hoge drempel. Ook als je helemaal geen ervaring hebt met digitaal of treinen of computers. Je pakt het eigenlijk wel vrij vlot op. En zoals je ziet bij Merklin is het ook allemaal zodanig gemaakt
Het gaat vanzelf bijna helemaal. Dus schroom je echt niet om hiermee te beginnen. Of kom gewoon bij ons langs in de winkel. En we helpen je zeker op weg om de juiste stap te maken. Met de juiste stad zet de deur uit te gaan. Zodat je thuis ook een hoop plezier gaat hebben aan deze hobby. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Vond je het een leuke video? Laat dan nog even een duimpje achter. Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zo ben je altijd op de hoogte van de nieuwste video's van ons. En dan zou ik zeggen, graag tot ziens en tot de volgende keer bij Pipelines Modelbouw en Hobby.